Het aantal nierpatiënten stijgt jaarlijks met 4%. Een inventarisatie van anderhalf jaar geleden heeft uitgewezen dat er 850 nierdialysepatiënten in het land zijn. Leon Brunings, voorzitter van de Nierstichting Suriname, geeft aan dat hiermee jaarlijks 35 tot 40 patiënten bijkomen. Dit aantal vindt hij relatief veel. Het is relatief veel. Het is relatief veel als we kijken met vergelijken met Nederland op de 100.000 inwoners. Zitten wij ongeveer 3,5 maal hoger dan in Nederland. Ja? Dus het is veel. En daarom moeten wij gaan beginnen om de bevolking te vertellen hoe het komt dat je een dialysepatiënt gaat worden en wat je kan doen om het te voorkomen. En nogmaals, we gaan daar een grootscheepse campagne beginnen op te zetten over een x-aantal maanden om de mensen bewust te maken van eet minder zout, leef gezonder. U kent het verhaal wel, maar we zullen kijken of we het toch nog pakkender kunnen maken dat mensen dat inderdaad ook gaan naleven. Brunings geeft ook aan dat de Nierstichting een grote voorstander is van niertransplantaties. Hij is daarom blij dat de vorige week een niertransplantatiemissie in Suriname succesvol is afgesloten. Er is veel eroverheen gegaan voordat het dus vorige week inderdaad is geweest. Wij zijn absoluut blij met deze ontwikkeling. En we zullen ons ook inzetten om dat te ondersteunen. Er zijn nog wat issues die we graag uitgesproken willen hebben met Volksgezondheid, ministerie van Volksgezondheid. Maar we zijn ready om te ondersteunen hier. Het is een hele goede ontwikkeling. Het gaat goed met die nierpatiënten, heb ik begrepen. Die zijn getransplanteerd. En het is gewoon, ik feliciteer de regering, ik feliciteer de gemeenschap. Ik feliciteer eigenlijk ook de patiënten met deze heel, heel, heel belangrijke stap. Ik vind het gewoon geweldig. Het nierdialysecentrum ondergaat sinds gisteren een renovatie. Hierdoor zullen in de toekomst meer patiënten geholpen kunnen worden. Brunings geeft ook aan dat in de nieuwe setting er bij het hoofddialysecentrum per dag 120 patiënten gedialyseerd zullen worden. De renovatie moet over 8 maanden afgerond zijn.